De Chinese ambassade in Suriname heeft gisteravond een afscheidsfeest gehouden voor de 13 studenten die voor studie naar China vertrekken. Het feest vond plaats in de Chinese ambassade aan de Anton Drachtenweg. Ambassadeur Louis Quan haalde aan dat China de afgelopen jaren ruim 20 studiebeurzen per jaar beschikbaar stelt voor Surinaamse studenten. De 13 studenten zullen een bachelor of een masteropleiding volgen. Lindsay Ling, die eerder 5 jaar gestudeerd heeft in China, gaat terug om haar masterdiploma te behalen. En Naomi Bonte vertelt over haar ervaring in China. Ik ga farmacie studeren. Dus ik hoop dan, als ik terug ben, als een volwaardige apotheker te fungeren. Ik heb Master of Business Administration gestudeerd in Beijing, China. Ik kookte zelf. Ik had mijn specerijen meegenomen vanuit Suriname. En ja, ze hebben allerlei groentesoorten die we ook hier in Suriname hebben. Amsoi, al die sojasoorten, boulanger. En ik at ook kip. De selectie van de studenten die in aanmerking willen komen voor deze beurzen geschiedt via het bureau Onderwijs, Informatie en Studiefaciliteiten van het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur. Onderwijsminister Lilian Ferrier drukte de studenten op het hart om hun doelen altijd voor ogen te houden. And remember the offers you promised yourself to bring to fulfill your dreams. Because that's what the scholarships is all about. The Republic of China gives you the opportunity, a unique opportunity, to fulfill your dreams and to make changes for the rest of your life, but also changes for Suriname. It will ask a lot of you to comply with these changes. And then, above all, you have to study. But you've been selected. So we look at you as a group that is ready to go. And I know for sure you won't disappoint any of us. De minister riep de ouders op om middels de moderne technologie contact te houden met hun kinderen. 13 studenten vertrekken binnenkort naar China voor verdere studie.